forensische werkveld fascineerde mij ontzettend. Maar ik wilde wel graag breed opgeleid worden en dat is deze opleiding. Dat gaat op mensniveau, dier, milieu en voeding. En ook word je als laborant opgeleid. Dit gaat op biologisch, chemisch en forensisch niveau. De theorie en de praktijk wordt eigenlijk helft-helft verdeeld in de opleiding. Binnen één periode volg jij twee vakken. De een is meer theoretisch en de andere is meer praktisch. Het leukste vind ik als we iets echt praktisch gaan doen, waardoor je echt meer leert kennen over het werkveld. Zo hebben we excursies gedaan, dat we naar Den Ham zijn gegaan en daar lagen biggetjes te ontbinden. Hier hebben we naar gekeken om onderzoek te doen naar of je kunt achterhalen hoe lang dat biggetje daar precies heeft gelegen en welke factoren dan meespelen. En zo leer je echt het forensische werkveld kennen. En daarom ben ik zo blij met deze opleiding. Het unieke aan forensisch laboratoriumonderzoek is de combinatie van heel veel laboratoriumtechnieken toepassen op hele actuele thema's, zoals milieucriminaliteit, voedselfraude, maar ook onderzoek doen naar sporen van een klassiek plaatsdelict. Studenten leren zelfstandig werken op het laboratorium, kritisch te zijn op hun resultaten, maar ze moeten ook veel samenwerken en leren te communiceren over wat ze op het laboratorium vinden. Ja, de sfeer is eigenlijk echt heel fijn. Alle studenten en leraren die kennen elkaar heel goed, waardoor het echt een beetje als een thuis voelt. Je kan eigenlijk altijd bij een docent terecht, wat ik ook wel echt heel fijn vind.